Yo iedereen van BeLive en welkom terug bij een nieuwe Prep Hot Nieuwtjes video. In deze video behandelen we de nieuwe Dark Ride in Europa Park, Efteling versus Disneyland Parijs, een nieuw themagebied in Movie Park Germany en er was een YouTube Day in Toverland, wat iets bijzonders gebeurd is en ik kan de Ridge of the Fury nu al beleven. Welkom in een nieuwe Prep Hot Nieuwtjes video. Ik zie jullie zo meteen na de intro. Benieuwd naar alle weetjes in Prep Hot Land? Dit zijn de pretpark nieuwtjes met BeLive. Life is better on a rollercoaster. Zoals we al weten zijn ze in Europa Park bezig met een zwembad aanbouw, namelijk Trulantica. Maar het gaat niet bij het zwembad alleen. Trulantica gaan ze namelijk ook een dark ride maken. De dark ride zal draaien op thema Trulantica. Met Snorri, de mascotte van het zwembad Trulantica. Met Snorri zal je de onderwaterwereld kunnen beleven van Trulantica en hoe Trulantica ontstaan is. Daarom zal de dark ride draaien. Ook heeft Europa Park al bootjes die ze zullen gebruiken voor de attractie vrijgegeven. Hier is de tekening van de bootjes die ze zullen gaan gebruiken voor in de dark ride van Trulantica. Dat de naam Snorri the Ride, Trulantica the Ride was, zoiets dacht ik dat de naam ging zijn. Deze attractie zullen ze namelijk gaan samenwerken met een Nederlandstalig bedrijf. En de Efteling heeft namelijk qua bezoekersaantal Disneyland Parijs ingehaald. In 2018 kwamen er maar 5,4 miljoen bezoekers naar de Efteling. Dat is 4% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee heeft de Efteling Disneyland Parijs ingehaald qua bezoekersaantal. En in het moviepark is er een nieuw themagebied, namelijk de Paw Patrol themagebied. Daarvoor heeft Moviepark samengewerkt met Nickelodeon om dit gebied te gaan openen. Wat er nieuw is in dit gebied is namelijk het volgende. Dat is namelijk de Convoy Ride Paw Patrol Adventures. Deze attractie bestaat uit de reddingsbootjes die bekend zijn uit de serie van Paw Patrol, waar de ouders met hun kinderen samen kunnen inzetten. En een tijdje geleden was het in Toverland een YouTube Day, waar verschillende bekende YouTubers naartoe kwamen, zoals Enzo Knol. Zoals Enzo Knol was daar, Afterflex enzovoort. Afterflex zat onder een van de YouTubers die maar liefst 8 uur lang in een achtbaan hebben gezeten. Daarmee hebben ze 100 ritjes in de achtbaan kunnen maken. In totaal hebben ze in Troy 93 ritjes kunnen maken. Want helaas hebben ze dat moeten onderbreken door een onweerstorm die op komst was. Ze hebben 7 andere ritjes gemaakt in een andere achtbaan die namelijk binnen staat in Toverland. Dus daar ook een dikke proficiat voor al die YouTubers die de 100 ritjes volgehouden hebben in de achtbaan. Ze hebben namelijk 8 uur lang in een achtbaan gezeten. Een dikke proficiat voor hun en respect. En het laatste nieuwtje dat ik jullie wil vertellen is namelijk, ik kan nu namelijk momenteel een ritje maken in de Fury. Oh, rustig aan. Niet in de echte achtbaan, maar online. Een pretpark van heeft via No Limits 2 de achtbaan nagemaakt. De linkje van het filmpje zal ik hieronder in de beschrijving plaatsen. Bobby Allen zal namelijk op 22 juni officieel de Fury gaan openen. En kort daarna ga ik namelijk Bobby Jaland om deze achtbaan gaan uit te testen. En vond je dit een leuke video? Geef me dan zeker al die duim omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. Laat een reactie na wat je van deze video vindt. En deel hem zoveel mogelijk met al je vrienden. Ik zie je terug in de volgende video.